Maas. Voor SV Gouden Maas hebben we Chantal Brom. Voor SV De Paard hebben we Annelies Overink. Voor de Flying Bikes hebben we Getty Boom. Voor SV De Heideclub hebben we Jofra van de Velde. Voor de Woepers hebben we Anita van der Martel en Mieke Brandt. En voor Gouden Maas een absolute favoriet, Wendy Brandt-Dekker. Succes! Even kijken, Brandt-Dekker kwam op positie nummer 3. Die staat dan helemaal aan de binnenkant. Daar zien we weer wat echte finale dames in. Anita van der Martel, dat maakt ze een hele goede start. Dan gaan ze hier zoomen naar positie nummer 1. Inderdaad, Wendy Brandt-Dekker. Ze komt nou ook buiten binnen, maar dan gaat het een leuke niet in de dus Anita van der Martel is op positie nummer 1. En wie is dan nummer 3? Dus in de start nummer 2 op positie nummer 3. Mieke Brandt dan even naar remmetjes horen we hier. Dat betekent dat de 4-0-2 naar positie nummer 3 gaat. Dus even kijken wie dat zo snel is. Jofra van der Velde, dat is positie nummer 3. En ondertussen is positie nummer 1 weer overgenomen door Wendy Brandt-Dekker. Toch wel een grote favoriet hier voor het vierde maandje. Anita van der Martel nog steeds op positie nummer 2. Voor Mieke Brandt gaat ze hoogwaarschijnlijk ook worden in het eindklassement. Dan gaan we naar race 14.